Iedereen die wel eens door de stad loopt, die ziet het. Steeds meer leegstand in de binnenstad. Winkeliers kunnen het hoofd maar moeilijk boven water houden. Maar in Roosendaal waait een andere wind. Daar gaat outletcentrum Rosada juist flink uitbreiden. Op deze artist impression is te zien hoe het eruit moet komen te zien. 45 winkels worden erbij gebouwd. Het winkeloppervlak van Rosada wordt bijna verdubbeld. Eind volgend jaar, dan moet het allemaal klaar zijn. Ik praat erover door met verslaggever Martijn de Graaf in Roosendaal. Ja, ik vind het wel een opmerkelijke move. Steeds meer leegstand en dan toch dit. Ja, dat was ook mijn eerste gedachte, maar dit was een afspraak die al lang stond met de gemeente. Ze mochten uit gaan breiden en dat mag ook wel. Want als je Rosada vergelijkt met andere outlets in Nederland, dan zul je zien dat het eigenlijk best een kleine outlet is. En het moest altijd een soort aantrekkingskracht worden voor de gemeente Roosendaal en om verder in de omgeving te komen. Maar omdat het zo klein is, komen mensen maar één keer. En gaan ze ook niet echt verder kijken. Dus ze hopen dat ook met het groter worden van Rosada, dat ook zorgt voor een betere aantrekkingskracht in de omgeving. Ja, nou heeft Roosendaal een leegstand van 11% in de winkels. Is dat dan wel een goed idee? Ja, dat kun je inderdaad afvragen. Maar zeggen ze hier op de Nieuwe Markt zitten totaal andere winkeltjes dan bij Rosada. Rosada is veel eten en kleding. En hier heb je een Douglas, een bakker, een sportwinkel, een sigarenwinkeltje. Dat zijn totaal andere winkels dan bij Rosada. Desalniettemin zijn er natuurlijk ook mensen die zich zorgen maken. De SP in Roosendaal bijvoorbeeld. En Ada Oudhoff, de fractievoorzitter, die omschrijft haar gevoel als volgt. Ja, een beetje machteloosheid. Zo van, aan de ene kant gaan we dus inzetten op de binnenstad. En aan de andere kant gaat Rosada toch gewoon door. En ja, voor heel veel mensen die daar ook weer wel komen, is dat natuurlijk ook wel mooi. Maar ja, de binnenstad, dat is toch onze eerste prioriteit. Ja, de SP, Martijn, maakt zich dus zorgen. De ondernemers uit de binnenstad zelf, wat zeggen zij? Ja, toen ik hierheen reed, dacht ik, nou, die zullen boos zijn. Die zullen bang zijn dat ze failliet raken of in ieder geval een heel stuk minder omzet zullen draaien. En die zullen wel actie gaan voeren. Zoiets was mijn idee. Maar ik kwam bedrogen uit. Eigenlijk vonden ze het allemaal wel een goed plan. Want ze zijn wel blij met Rosada. Maar ze zeggen, het moet inderdaad ook groter worden voor die aantrekkingskracht. Het enige echte grote probleem is dat de mensen niet vanuit Rosada naar Roosendaal komen. En ze moeten er dus voor zorgen dat dat beter gestroomlijnd wordt. En als dat gebeurt, dan zien zij zeker kansen voor de mensen in de binnenstad. Voor mij is dat een hele goede ontwikkeling. En, zeker als dan de grote jongens daar komen die er nu niet schijnen te komen omdat het te klein is. Dan trekt dat toch extra volk. Er is heel slecht ingespeeld op een samenwerking tussen Rosada en de binnenstad. Ja, heeft eigenlijk met management te maken. Ik bedoel, je moet zorgen dat je een heel attractieve verbinding hebt. Het zij een treintje, het zij een kabelbaan, het zij met het spoorhavenplan. Jongens, we laten de Vliet op de kade uitkomen en je bent per boot via de Kellerbeek op de kade bereikbaar. Stap je ook bijna het centrum in. En als ze dan nog zorgen dat er een shuttlebusje komt die op en neer pendelt tussen de binnenstad en Rosada. Dan denk ik dat iedereen daar een voordeel mee heeft. Dat zijn allemaal positieve ideeën inderdaad. Martijn, dankjewel vanuit Roosendaal.